Max Huiberts, ja, het gaat goed natuurlijk met de talenten van de jeugdopleiding. Nu weer eentje, Teun Koopmeijnen. Zijn contract verlengd tot en met 2022. Wat verwacht je van hem? Nou ja, als je een speler voor zo'n lange tijd vastlegt, dan heb je natuurlijk grote verwachtingen. Teun is een speler die zich de afgelopen jaren enorm heeft ontwikkeld. Had al een contract bij ons, maar wij vonden het nodig om hem langer aan ons te binden. Ja, hij is een controlerende middenvelder met een geweldig inzichtelijk vermogen en een uitstekende traptechniek. Ja, die niet alleen maar bij AZ, maar ook in het Nederlands elftal, waar hij vaste basisspeler is geworden, laat zien dat hij ook bij de grote talenten van Nederland hoort. Je zei net al bij de contractondertekening van je debuut, Teun, het gaat niet lang meer duren. Ik zei tegen hem, ik denk dat je officiële debuut in de Eredivisie niet zo heel lang meer gaat duren. Ik denk dat hij er heel dicht tegenaan zit. Laat ook zien bij de A-selectie, want daar traint hij inmiddels mee. Hij is volwaardig lid geworden van de A-selectie, dat hij ook moeiteloos mee kan. Ja, dat is heel knap. Als je deze leeftijd hebt en je bent al zo ver, dan belooft dat veel goeds ook weer voor de toekomst. Al met al, met alle talenten van Thomas Aujan, Guus Stil, Jeremy Helmer, noem maar op. En deze er ook weer bij. Plus ook weer een heel mooi compliment natuurlijk naar de club. Nou, het is een bevestiging van het feit dat we goed bezig zijn bij de opleiding. En het is mooi als je een goede opleiding hebt, als je alles voor elkaar hebt. Maar uiteindelijk gaat het maar om één ding. Is dat spelers uiteindelijk in het eerste elftal komen te spelen. Nou, je ziet dat niet alleen dit jaar, maar ook afgelopen jaren, dat er heel veel spelers zijn die de stap naar het eerste elftal hebben gemaakt. Ja, Teun kan de volgende zijn die zijn debuut gaat maken.